Hallo allemaal, dit is de weekreading van 16 juli tot en met 22 juli. En ik ga kaarten trekken uit de set Mystical Wisdom van Josephine Ball. Tenminste, zij is de tekenaar en ik doe het toch nooit met de originele boodschappen. Ik maak altijd mijn eigen boodschappen, ook met de dagkaarten. Want mensen reageren soms op de letterlijke tekst. Weet je, als jij je daardoor aangesproken wil voelen, prima. Maar eigenlijk kijk ik altijd naar de kaart, naar de afbeelding. En dan schrijf ik de dagtekst erbij. En dat is de eigenlijke boodschap. Want er zijn een heleboel nieuwe mensen bijgekomen sinds de healing van vorige week. En die beginnen wij nu ook te ontdekken in de boodschappen. Dus dat is vandaar dat ik dat even toelicht. En in deze reading is het zo dat ik 3 kaarten trek. En die zeggen iets over de hele week. Dus laten we gaan kijken wat de eerste kaart zegt. Good fortune. Nodig de magie uit in je leven. En ja, durf gewoon jezelf te laten ontluiken, als bloem te laten ontvouwen. En dat het dan echt je gewoon langzaam opent en dat je gaat stralen en mooie dingen gaat ervaren. En wat ook heel duidelijk in deze kaart is, is licht. Licht is superkrachtig. Dat hebben we afgelopen week mogen ervaren tijdens die wereldketen healing. En ik heb nu ook die nieuwe healing methode. Ik ben al mooie dingen aan het doen. Ik krijg al hele bijzondere reacties terug ook op die healing. Maar licht en de verschillende kleuren van het licht. Het is zo mega krachtig. Dus als jij ook merkt dat je vastloopt. Even in jezelf of in een situatie. Zoek even het licht op. Maakt niet uit. Kijk even welke kleur je nodig hebt. Soms kun je bepaalde kleuren nodig hebben als gevoel. Voor je gevoel. Of soms ga je even gewoon in het zonnetje staan. En ga je even 2 seconden helemaal niks. En het hoeft niet eens lang. Dus hè, het kan gewoon even kort gewoon ontvangen. Die warmte van de zon. Zodat je weer weet. Oh ja, ik tel ook mee. En of het licht van de maan. Het is allemaal goed. Maar dat zijn dan elementen die magie in jou teweeg kunnen brengen. Magie teweeg brengen in je leven is niet iets moeilijks. Het is meer het moeilijkste gedeelte is dat jij het gaat toestaan. Laat je het binnenkomen. De tweede kaart, celebration. En er zit weer de violette kleur ook heel duidelijk in. Ook hierin geldt, als je moeilijkheden hebt, gebruik het violette licht om de problemen te verbranden. En laat vooral los en durf gewoon te genieten. Ga gewoon mee met de dingen, leef in het nu. En maak je vooral niet te druk om morgen, of weet je hoe het daarna verder moet gaan. Kijk wat voor vandaag, wat je vandaag kan doen, wat je vandaag wil ervaren. Waar je voor vandaag controle over hebt, zeg maar door de keuzes die je kan maken. En morgen kan je weer een nieuwe nemen en dan ontvouwt het zich vanzelf. Dus het is wel een hele mooie zo. En dan de laatste. Memories. Maar dat is dan ook. Hier staat koester de herinneringen van je geliefde. Maar het is vooral ook durf nieuwe herinneringen te maken. En dat betekent eigenlijk dat als je met je dagen bezig bent met opvullen. Zorg dan dat er door de week heen ook momenten zijn dat je denkt van. Oh, dit zijn zulke mooie momenten. Dat blijft lang bij me. En soms kan het iets simpels zijn als een spelletje gaan doen met de kinderen. Hier in Nederland heeft nu de laatste regio nog school en daarna is vakantie. Sommige kinderen hebben dus al vakantie. Weet je, van die kleine dingetjes ondernemen. Samen gaan wandelen, samen gaan zwemmen. Bijvoorbeeld, ik heb laatst met mijn dochter samen gaan midget golfen. Iets heel simpels. Maar zo genieten samen en... Dan kun je toch, dat zijn herinneringen creëren. Het hoeft niet moeilijk te zijn. Of samen een taart bakken, noem maar wat op. Maar let er ook goed op dat je dat soort dingen niet vergeet. Want gauw in de overvloed van alle bezigheden die je toch te doen hebt door de dag heen, wil dat er wel eens bij inschieten. Dus maak daar ook ruimte voor. Want het zijn dingen die blijven je heel lang bij. En dat is eigenlijk de heel simpel, heel rustig de weekreading van deze week. En dat is ook zo, zodat we even bij kunnen trekken ook van die superkrachtige healing van vorige week. Want die heeft dus bijna
heeft meer dan 3,8 miljard mensen wereldwijd bereikt uiteindelijk. En honderden miljoenen plekken wereldwijd. En heeft dus heel veel moois mogen doen. Als je het verslag nog niet hebt bekeken en je hebt wel meegedaan, doe dat alsnog. Want je gaat daardoor echt sommige dingen op zijn plek krijgen. Ik heb ook al hele mooie terugkoppelingen gehad op die healingen. Over bijzondere effecten dat mensen die na jarenlang eindelijk klachten vrij zijn van nu. Bijzondere ervaringen tijdens en na de healingen. En gewoon een heleboel magische dingen eigenlijk ook. En we mogen even deze week even wat in de rust. Er is ook verder deze week geen healing. Die is pas volgende week dinsdag weer. En ik gun je verder geniet van het weer. Het is hier nog steeds geweldig weer. En graag tot de volgende week. Dankjewel!